En er is niks meer aan te doen. Het is klaar, einde verhaal. Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken. We gaan bijna naar school. Ik ben aangekleed. Top aan van Inwear, broek van Benetton en mijn favoriete doensandalen. En dan gaan we snel de deur uit. Sarah is al uit school en ik heb ze beloofd dat ze van de centjes nog wat mogen kopen. Dus ze zijn even onderweg naar de winkel. En ik heb een blaadje omdat ik zoveel pijn had. Ja, toen ik uit school kwam. Ja, ze had een blaadje een beetje aan de voet. Ja, omdat hij schoen heel stok zat. Nou, hij schuurt een beetje. Eigenlijk denk ik omdat je net een beetje wat koudere voetjes had. En dan wordt de schoen iets wijd en dan kan je een beetje blaartjes krijgen. Dat heb ik ook wel eens. Mama had pas toch hele erge blaren? Ja. Gaat nu overigens bijna helemaal goed. Dat mag ik wel, want het is al even terug, zeg maar. Wauw. Alles. Zo, weer thuis en echt, we zijn flink onderweg geweest vandaag. We hebben ook nog allemaal random boodschapjes gedaan. En noem maar op, bij allemaal van die winkels waar je altijd naartoe moet. En dan hier wat nodig, daar wat nodig, daar wat nodig. Maar waar je dan eigenlijk normaal verder niet komt. Dus die hebben we allemaal gedaan. En nu al die dingetjes opruimen. En daar heb ik eigenlijk echt gewoon geen zin in. Want ik heb zin om op de bank te gaan liggen. Maar als je het niet doet, dan moet het alsnog. Dus ik kan het beter nu gelijk doen en gewoon alles weg hebben. Hey, dankjewel, mop. Dat heb jij heel lief voor mij opgeruimd. En Sarah gaat zo even al de speelgoed uitpakken. Ja, wat ik heb nummer. Wil je het laten zien? En een speelgoed aan. Je mag het allemaal wel even laten zien. Ik zet de camera wel even voor de neer. En dit is het eerste cadeautje, mijn aapje. Hele leuke. Zonder uitleg. Appie, kom hier. Kom hier, Appie. Dan nog even. Het volgende is dit pakje. Die is al leuk. We hebben daar het meisje en het jongetje ervan. En ik heb het meisje ervan gekocht. En nog deze hele grote pakket. En daar zit ook weer de kleding in. Daar hebben we de schoentjes. En daar hebben we het mooie jurkje met een majootje en nog een vestje. En dan nog een kroontje ervoor. En dat is deze dan. En de laatste is mijn Nimbom pakket. Zo, jeetje, wie dit allemaal verzint, speelgoed uitpakken. Ik heb er zo'n hekel aan. Ik heb net zelfs, nou, het is een beetje gestopt met bloeden. Mijn vinger, is dat die scherp? Een beetje gesneden. Gewoon gesneden, hè, van de verpakkingen. Al dat plastic. Echt, wie verzint dit? Zij is me trouwens aan het filmen. Dus als het beeld een beetje heen en weer gaat, weten jullie waarom. Oh, wat een drama. Die dingen uit elkaar krijgen. Maar goed, je schiet alle kanten op. Hè? Nou, two down, two to go. Nou, ondanks dat ik altijd gek word van al het speelgoed, is dit wel echt het mooiste uitzicht wat ik kan hebben. Dit heeft ze er allemaal weer bij. En dit is dan wel een kleedje voor de poppen die ze al had. Maar dat gezichtje, ze zit er helemaal in. Ben je gelukkig? Ja. Ja, dat kan ik aan je zien. Al ben je heel geconcentreerd ermee bezig allemaal. Ja. Ik probeer deze nummer. En ze wilde zo graag een balletpakje voor haar babyborn. Het is wel echt mega schattig. Deze is trouwens echt leuk. Ik had het ooit wel eens gezien, maar ik heb het eigenlijk nooit in mijn handen gehad. Even kijken, waar moest die aan hier? Ik weet nog niet hoe die helemaal werkt, maar... Hi! Hallo? Kiekiek. Heb je dit er niet? Ja, ik heb nog niet gekeken of je iets tegen...
Hij gaat ook elke keer lachen. Doe eens lachen. Hij gaat slapen. Kiekeboe. Hij wil niet lachen. Doe eens lachen. Hij moet huilen. Oh. Ja, hij klemt ook, dus je kan hem ook echt kijken. Dan blijft hij hangen. Oh, het is zo schattig. Marco en Sarah die hebben vanmiddag in het zwembad gefilmd. Toen heb ik overigens niet gefilmd, want ik had echt hoofdpijn. Dus ik lag te slapen. En toen is er echt iets heel ergs gebeurd. En ik zal het laten zien. Dit is het einde van mijn flamingo. Zijn nek is lek. En er is niks meer aan te doen. Het is klaar. Einde verhaal. Ja. Nou, gelukkig hebben we nog 100.000 opblaasdingen. Dus moeten we wel om lachen. Sarah was echt helemaal verslag. Ah, de flamingo doet het niet meer. Nou goed, ik heb even thee gezet. En ik ga even editen. Ik ben gewoon een beetje druk geweest de laatste tijd. Dus ik ben elke keer best wel een beetje moe. En dat is denk ik iets minder leuk om te kijken. Dus, maar goed, nog 3 weken. Dan komt de zomervakantie eraan. Ik heb nog in die 3 weken even een paar dingetjes die ik wil doen. Ik heb ook een tijd geen extra video's opgenomen. Ook omdat ik gewoon heel druk was. En ik heb wel in de planning dat ik een paar dingen even op wil nemen. Dus daar kijk ik volgende week naar. Dat wilde ik eigenlijk deze week al doen. In ieder geval dat had ik een beetje in mijn hoofd. Maar toen kwam een tropenrooster. En als er heel veel thuis is, vind ik dat gewoon heel lastig om die video's op te nemen. Dus ik ga volgende week kijken of het lukt. Maar ja, als het heel de week 33 graden is, heb ik er ook geen zin in om dan binnen die video's op te nemen. Maar ik ga er voor nu vanuit dat het wel gaat lukken. Dus dat nu. De vlog staat erop. Ik ben even de oven aan het aanzetten, want ik ga nog even een stokbroodje bakken. En ik zat net te denken, ik ben lekker donker, komt zonnescherm staat uit. Het is hartstikke licht buiten, maar ik moet er bijna geen licht naar binnen. Ik weet al een paar video's die ik wil gaan opnemen. Maar ik wil toch, als ik tijd heb, nog wel meer video's gaan opnemen. Wat zouden jullie leuk vinden om voor video's te zien? Laat het hieronder even weten. Dan kan ik kijken of er wat tussen zit wat ik kan gaan opnemen. Dus ik ben benieuwd. Let me know. Het is echt laat en ik ben moe. En ik moet naar bed. En ik ben gewoon te lui om op te staan. Ik lig gewoon lekker en ik wil gewoon niet opstaan. Echt. Hebben jullie dit ook? Ik heb dat echt vaak. En dan kan ik echt soms gewoon een half uur liggen. Dat ik echt denk, ja, ik moet echt opstaan. Het slaat nergens op. Ik lig hier gewoon te liggen. Maar dat ga ik vandaag niet doen. Dus ja, ik sluit wel de vlog af. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en een duimpje achter te laten. Dan zie ik je morgen. Doei!